Welkom back everybody en welkom terug op het kanaal van UGP Series. Vandaag weer een Road to Gold episode live natuurlijk. Ik zal snel mijn klassen doen. M16 is nog level 7. Dus daar ga ik gewoon weer verder. De match begint nu eigenlijk. Dus je gaat de laadbalk laden. En ik hoop jullie enjoyen van dit potje. Het is nu zaterdagmiddag dat ik hem upload. Zaterdagmiddagavond denk ik. En tenminste als ik hem ga uploaden. Dat ik hem ga uploaden, zo gezegd. Eerste potje van de dag. Ik hoop dat het wel wordt. We zullen zien. Het is M16. Niet zo handig bij bootleg, denk ik. Maar we gaan gewoon proberen. Ik heb er trouwens een kick en reddot op gezet. Die heb ik vrijgespeeld. En die heb ik opgezet om toch iets meer van mijn provincies. Of hoe dan maar, attachments te doen. Dus we gaan even kijken wat we met de M16 kunnen doen. En dit begint lekker. 1, 2, 3, 4 bursten en geen hitmarkers. Even kijken naar de verbinding. 4 streepjes. Nou, gewoon blijven proberen, Erik. Ik weet zeker dat het trek wel gaat lukken. Kijk, want daar is hij alweer de eerste kill. Die is weer van mij. En weer een sniper. Ik snap dit niet, jongens. Waarom sniperen in bootleg? Pak gewoon een wapen, ga rennen, ga spelen. We gaan even kijken waar ze zijn. Het is kill confirmed. Niet echt mijn ding. Ik speel kill confirmed eigenlijk gezegd niet zoveel. Dus ik weet niet hoe en wat. En hoe en allemaal komen. Oh. Daar vloog er eentje. Recht mijn beeld hoor. Best gezellig natuurlijk. Maar die gasten die van mij in mijn team doen ook lekker veel. Zie ik al wel. Even reloaden. Had ik niet hoeven doen. Maar ik deed het wel. Er stond hier eentje achter. Maar waar is hij nou gebleven? Ik zag hem. Daar. Lekker in zijn voetjes. Dat is echt dodelijk. Maar ik zie wel dat ik met mijn M16 toch nog wel veel misschiet. Misschien omdat het eerste potje is ook. Ik had misschien even warm moeten draaien. Voordat ik iets ging doen met een M16 trouwens. Ook gewoon met een type warm draaien. Niet gedaan. Gewoon gelijk begonnen. Dus niet te irriteren dat het game niet goed is. Ik probeer gewoon die M16 zo goed mogelijk en snel mogelijk te levelen. Kijk, een assistje voor. Even kijken waar we zijn. Dat ging maar net goed. Even doorlopen. Hij komt achter me nog. Als hij doorloopt. Hij loopt niet echt door, dus ik ga gewoon bij C. Tenminste, waar normaal de C-vlak zit, even kijken. Oh, die lekt een beetje. Maar ik heb hem nog. Die ook nog. En waar zijn ze nou? Er zit er één hier bij de kippenhok. Precies. Daar dus. Ik kijk gewoon even naar dat puntje, anders wist ik het ook niet. Oh, nou ga ik toch best wel lekker met die M16. Ik moet even kijken waar ze precies zijn. Maar ik denk niet meer hier. Ik denk dat ze bij A spannen of zo, want ik zie ze niet. Oh, ze staan hier bij B, staan er een paar. Zo te zien. Even kijken, hoor. Waar zijn ze? Volgens mij hier rechts bij B. Nou, daar zit iemand een hele uit de lucht te schieten. Oh, lekker specialist. Dat gaat best wel lekker trouwens. Oh ja, meestal als ik dat zeg, dan gaat het verkeerd. Nou ook. Ik sta 10 op 4, nog niet zo verkeerd. Maar ja, het is kill confirmed. Dus ik moet haasten. Ik zie hier 44. Oh, hun hebben zelfs een P-flow gehaald. 47, 24. En ja, dat is toch lastig om... Oh, lekkere feat was dat trouwens. Lekker featje. Wow. Dat was even lag. Maar wel even lekker een viertje van 4 man. Dus dat is mooi meegenomen. Even kijken. Waar blijf je? Waar ben je? Daar ben je. Ik red er even mijn teammaat. Maar ja, dat moet ook gebeuren. Even kijken. Want ik moet door blijven lopen. Ik wil nog wel wat kills maken. En die komen nou ook. Oh, maar mijn teammaat helpt niet echt mee, zie ik. Nou, even. Ik denk dat ze nog wel bij C daar staan. Ergens in die regio. Even kijken. We hebben geen UAV in de lucht. Dat scheelt ook niet echt. Even kijken. Ja, ze staan er achter bij C nog een paar, moest maar. Nou, deze man kreeg al niet dood. En dan word ik natuurlijk assassin. Ja, assassin. Mannetje doodgeschoten. Nou, ik neem aan dat deze pakket nep is. Anders was hij al wel gepakt. Even kijken waar ze zijn hoor. Ik denk wel nog steeds bij C in die regio. Ah, kom op, assassin.
En ook lag trouwens de hele tijd. Dat is de laatste tijd wel heel veel. Kom op, eerlijk. Even een potje goed afmaken. Maar ja, kijk, je ziet, dit is gewoon de bullshit van NW3. Die gast zit nog steeds daar te campen. Ik heb zelfs nou juice, terwijl ik net een klein streakje had. Maar ja, het zit gewoon niet mee. Domination is toch iets fijner. En hey, die ken ik. De Legend Nick HD. Dit is een sub van mij. Daar speel ik ook vaak mee. Of tenminste een sub. Dus misschien al meer dan een sub. Hey, ik heb die assist nog niet gekregen. Jongens, jongens. Hoe kan dat nou? Die gast is geliefd of zo. Maar... nou, ik raak ze niet echt. Kom op, Erik. Gewoon even... ja, daar komen ze dan. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Oh, nee. Oh, tactical. Een wedergaard. Hij heeft de tactical in het midden geplaatst. Oh, een gast staat ook wel 30 op 17. Die doet best lekker. Ik zelf ga niet zo super. Dus ja, het is maar even te kijken. Maar ik moet hem uploaden. Het kan niet anders. Het is een rode gold. Je kan niet anders dan hem op te loaden. Oh, dat was wel weer een lekker feature. Even de tags oppakken. Nog even. Oh, sniper. Kom op. Door... nee, en hij spreekt me wel door die doos heen. Dit is eigenlijk wel ongelooflijk. Nou, kijken of we nog even die final kill kunnen maken. Het is 86 punten al. Nou, daar staat er nog één. Nou, die heb ik nog. Nog eentje. Kom op, kom op, kom op. Of was... oh, daar is achter me, boven me, voor me. Nee, niet meer. Nou, dit was de gameplay. Ik hoop dat jullie geënjoyed hebben. Ik sta 23-11. Dus, mijn M16 is weer een beetje geleveld. Ik zal direct even kijken hoeveel. Ja, ik zag even de Legend Nick HD joinen. Hij is ook weer geliefd. Dat is toch wel iets wat ik fijn vind als een sub in mijn team zit. Maakt het mij niet uit. Maar als je tegen me zit en je zit in mijn friendlist, alsjeblieft, blijf er niet te lang in. Want dat vind ik eigenlijk hatelijk. Dat is wat vaker gebeurt dat mijn streak echt naar de naaiers is gegaan. Oh, ik druk even weg. Maar ik ga er even uit. Ik ga naar Create Class. En je ziet hem, hij is level 10 nou. Dus hij kan weer even verder. De volgende keer ben ik weer terug met episode 3 Rote Gold. Hopelijk liken jullie deze fit. Dan zien jullie het sowieso. En dan zie ik jullie later. So I say, see you later everybody.